De wet reisdocumenten is vandaag in het parlement met algemene 29 stemmen aangenomen. ABO-parlementariër Miquela Sumar-Huur zegt dat met deze wet de dienstverlening naar de gemeenschap toe zal worden. De wet zal dienen als een veiligheidsmaatregel ter voorkoming van misbruik, vervalsing en identiteitsfraude. De e-paspoort zal beter beveiligd zijn wegens de biometrische eigenschappen. Langere geldigheidsduur voor de e-paspoorten voor burgers ouder dan 18 jaar. Het geeft ons de gelegenheid ook visumvrij te kunnen reizen naar het Schengengebied. En het biedt een efficiëntere en effectieve reisdocumentenadministratie. De voorzitter van de commissie die deze wet heeft voorbereid, Kishen Ramsukul, zegt dat wanneer zulke ontwikkelingen worden doorgevoerd, er ook moet worden gewerkt aan de verbetering van de lokale dienstverleners. Wanneer we zulke ontwikkelingen brengen in ons land, zoals een e-paspoort en zoals we dat hadden met e-ID, dat we ook kijken naar onze lokale dienstverleners en binnen de ambtenarij wat wij kunnen gebruiken aan kennis hiervoor om dit uit te voeren.